Wat is hier aan de hand in het park? We gaan vanavond kijken. En welke film ga je kijken dan? Oh jee, ik heb geen idee. Ik kom hier voor de gezelligheid. Je ligt er trouwens wel lekker bij, lekker luxe. Ja, ik heb deze twee zitzakken gewonnen. En zo krijg ik geen kramp in mijn nek, hè, als ik naar de film kijk. Goedenavond, mijn naam is Maurits Mol. Ik ben de voorzitter van Juniorkamer Oosterhout. En vanavond organiseren wij Film in het Park. Waarom organiseren wij Film in het Park? Wij vinden het leuk dat de Oosterhouters weer een evenement met elkaar hebben. We hebben dit geprobeerd mogelijk te maken met Oosterhoutse ondernemers en een hele hoop vrijwilligers. Om vanavond gewoon een hele leuke filmavond te hebben met elkaar. En de film die draait is Licorice Pizza. Is een beetje een romantische comedy, jaren 80 Hollywood. Dus ja, we hebben er hoge verwachtingen van en de opkomst is geweldig goed. Dus we vinden het heel leuk dat dit evenement nu weer eens kan. Want we hebben het een paar jaar niet kunnen organiseren en we zijn heel blij dat het nu weer eens is. Dus dank voor alle mensen die het mogelijk gemaakt hebben. Ik liep vanmiddag door de stad en toen kreeg ik een flyer in mijn handen geduwd van de organisatoren. En toen zei ik tegen mijn man, kom, we gaan vanavond lekker naar het park om een filmpje te kijken. Een film in het park, hoe is dat eigenlijk? Het is voor mij ook de eerste keer, ik zou het niet weten. Jij? Ben jij al eens eerder buiten in een bioscoop geweest? Ik heb het ook een keer buiten gedaan, dat was in Leiden, ja, maar dat niet hier in Oosterhout. En kan je hier ook popcorn krijgen? Nou, we hebben zelf wat lekkers bij ons, dus dat maakt ons niet zoveel uit. Misschien wel.